is mooi. Ik vind ze heel erg leuk. Ach, die Luxie die wou niet. Eet of vijf. Ze daar? Ja! Nou, moeilijke. Hi, opa. Waar komt het vandaan? Nee, weet jij het niet? Kippentrappetje naar boven. Nee. Oh, hij komt. Papa. Wacht even, grote huis, ja. Nee? 1597. Je kijkt met je ogen dicht. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is vandaag zondagochtend. De kids hebben lekker uitgeslapen. En Luan zit echt super schattig met Luxie te spelen. Dus ik zal het jullie even laten zien. Ik heb een spelletje met Luxie. Een spelletje? Het gaat eigenlijk over geld. Oh. Ik wil dat je het goed kan weten. Oké. Welke achtbaan wil je? Hij heeft hier allemaal achtbanen neergelegd. Nou, met briefjes erbij. Dan is... Dus je wilt daar vanaf, dat is dan 10 euro. Aha. Dus Lux, Luxie, waar zit 10 euro? Goed zo. En dan leg je die ernaast. Ach, kijk dan. En dan ga je eraf. En dan mag Luxie een ritje. Dan zit Luxie in dat knikkertje. Ja, goed. Zo, en vandaag, oh, er valt erin af. Even lekkere bolletjes uit de oven. De meisjes zitten lekker op de bank broodje te eten. En Pip die zit te hopen dat er wat valt. Ja. Kijk eens. En Luan die houdt van? Jam. Jam. Alsjeblieft. Ik heb een heerlijk lekker fruitschaaltje gemaakt. En wie komt daar alweer op af? Luan die komt er alweer op af. De kinderen vinden het altijd leuk als ik iets geks maak van fruit. En dan komen ze er als vliegen op af. En eens even kijken of hier... Ah, kijk dan. Zit jij in je poppenwagen? Heb jij een poppenwagenplekje gevonden? Ja, vind je dat mooi? Dat is mooi. Komt er nog iemand even overeind? Kijk eens, Lucilla. Mama lekker fruit. Mama lekker fruitschaaltje gemaakt. Zal ik hem hier neerzetten? Netjes, hè? Waar lijkt hij op? Een cirkel. Een cirkel, ja. Het is inderdaad een cirkel. Kunnen jullie even lekker met z'n drie op een rij een lekker fruitje eten en tv kijken? Lekker chill zondagje, jongens. Want het weer... Die werkt niet echt mee vandaag. Ik moest ook. Het regent pijpen stelen, jongen. Het regent pijpen stelen. Ja. En daar is Pip. Och, natuurlijk. Ja, dan ga je weer als een prinsesje. Op de bank. Nou, een lekkere chillen zondag. Heerlijk, heerlijk. Oh, moeder gaat wel eventjes, ondanks zondagochtend, wassen en stofzuigen, dat houdt nooit op. Hè, moeder? Inmiddels zitten wij lekker aan de tafel. Gaan wij een nieuw spelletje doen. Nou ja, een nieuw spelletje. Die had Lu al gekregen van zijn verjaardag, maar die hadden we nog nooit gespeeld. Dat is deze. Scotland Yard. Dus die gaan we nu voor het eerst spelen. Het is een detective spelletje. Luan die is de boef. En wij zijn de detectives. En wij moeten Luan op het bordspel, die ligt hier, gaan vangen. Hé jongen? Ja. Oké. Luan heeft een klepje op. Zodat wij niet zien wat hij met zijn ogen doet. En wij dus moeten raden waar hij heen gaat. Dat is een beetje het idee. En we hebben hier allemaal tickets. We kunnen met de boot gaan, met de tram, met de bus of met de auto. Goed, en als we hem dan hebben gevangen, dan leggen we een fiche op het gevangenisdingetje. En als hij heeft gewonnen, legt hij een fiche op zijn brilletje. Ja? Ja. Oké. Okay. Gaan wij beginnen, Lucilla. Metro daarheen. Ja, ik weet wat het. Wat ga je doen? Ja. Heb je? Sil, wat denk jij? Mag jij jouw pionnetje neerzetten? Gaat hij daarheen, daarheen, daarheen of blijft hij staan? Oh nee, ik moet die? Nee, je moet nu pakken. Ik moet nu pakken. Wat vind jij, Sil? Daar. Zet je pionnetje daar maar neer. Mama denkt dat hij hierheen gaat. Laat maar zien, laat maar zien. Hebben we je? Oh. Nee. Ja. Nee. Hebben we de pyjama's uit, de thuispak uit. Zijn we aangekleed en zitten de kinderen even lekker te lunchen. En we hadden nog lekkere poffertjes in de koelkast, dus we hebben even lekkere poffertjes, hè. Nou, vind je het leuk om zo lekker naar opa en oma toe te gaan? Ja! Jawel, hè? Het is weer zondag, dus dan gaan we lekker bij opa en oma spelen.
Ja, dan gaan we zo in de auto. Wist je het lekker op? Zullen jullie nu al een boffertjes op? Ja, dat is wel. Ach, en die knikkerbaan is echt favoriet, hè? Camera, geluid, stilte, actie. Wij gaan... Ik doe het even overnieuw. Camera, stilte, actie! Ja. Oké, deze gedelete scène vergt even een korte uitleg. Aangezien Lucilla bij haar filmrol op een filmset was en constant... camera, stilte, actie te horen was. En dit dan echt 20 keer achter elkaar na een scène. En dit is een soort grapje geworden van Daniel, mij en de kinderen. Als wij de vlogcamera aanzetten, dat wij dit als grapje ook zeggen. En ik dacht, ik zag het tijdens edit het zitten. En ik dacht, misschien is het wel leuk om dit even in te laten. Dus vandaar dit grapje in deze gedelete scène. Wij gaan zo naar opa en oma toe. Alleen het regent pijpen stelen. Dus we doen wel even de laarsjes aan, kinderen. Nee. Kom maar, Luxie. Zullen we je over je roze laarsjes aan doen? Luxie die wil altijd hier op de trap zitten als we de schoenen aandoen. Dat is ook wel heel handig zo'n trapje, Luxie. Nee, deze voet. Deze voet eerst. Ja. Ja. Nee, deze voet. Deze voet. Ja, goed zo. 1, 2. En duwen. Ja. Harder duwen. Ja, nou deze. 1, 2. En... goed zo! Hey, maar ik weet dat dat bouwknikkergebeuren heel erg leuk is. Ze zijn echt de hele tijd mee aan het spelen met die knikkerbaan. Maar we gaan nu naar opa en oma, liefjes. Het is zo leuk. Vind je dat zo leuk, schatje? Ja, en we maken een andere achtbaan. Maak je een andere achtbaan? Ja, ze maken maar 8 banen. In eerste instantie hadden ze zoiets van, vinden ze te moeilijk. Maar nu ze een beetje doorhebben hoe je ermee moet bouwen, zijn ze eigenlijk iedere dag ermee aan het spelen. Zijn ze iedere keer allerlei soorten baantjes aan het bouwen. Het is grappig om te zien dat ze ook heel erg leuk samen mee kunnen spelen. Hé, hey, gaan jullie mee? Ja. Gaan jullie mee? Gaan jullie mee? Ja. Ja, we gaan mee. Ja, ga je mee? Even testen. Wat? 1 testritje dan nog. Oh. Laatste testritje. Ho. Ja, nou hier. Jongen, kom. We gaan straks verder. Wow. Kom kinderen, papa zit in de auto. Echt nu, echt de laatste keer. Kom, jas aan. Ja. Kom. Nee, Sil, kom. Sil. Oké, ik maak ze meteen al. Oh. Jas. Ga je mee, Sil? Ja. Wat was je aan het doen? Een pop aan het Ze wou nog een pop meenemen naar opa en oma. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, daar gaan we. Oh, ja. Kom maar. Het snoetje. Hé. Nog wordt die niet jas. Maar oma heeft toch ook poppen? Ja, maar ik wil mijn eigen pop. Oh, oké. Okay. Nou, gaan we naar de auto. Papa is de honden aan het uitlaten. Ja, dat moest natuurlijk ook nog gebeuren. Maar de honden wilden vanochtend niet naar buiten toe. Omdat het zo heel hard regent. Dat vinden ze niet lekker. Hoe is het, Luxie? Luxie loopt daar. En papa die loopt daar. Hebben ze wel wat gedaan? Ja, het regent. Oh, hoe is dat pipje? Die rennen we heel snel naar huis. Zie je dat, Luxie? Luxie neemt ook een pop mee. Ja, hoezo? Kom maar, ga je mee, jongen? Gaan we naar Oscar? Ga je mee? Kom maar. Kom maar. Luxie wil altijd met de hondjes lopen. Vindt ze heel erg leuk. Ach, schatje. Gelukkig trekt Pip niet zo heel hard. Dan loop je dan met je pop. Heb je met Pip gewandeld? Ja. Al wat goed van jou. Pipje, ga je mee naar opa en oma, Pip? Pip wilt ook mee, hè? Ja. Pip gaat mee naar Oscar. Vriendje Oscar, hè? Ja, kom maar.
Nou, zitten jullie al in de auto? Ja. Drie keer raden wat Lua mee heeft genomen? Box. Zo'n box. Oké, nou, op naar opa en oma. Ga jij sturen, jongen? Ga jij auto rijden? Woezel die denkt, dan gaan we dan, Bas. Kom dan. Woezel denkt, ik ben opa. Hallo, opa. Ik ben papa. Hoe heet je kind? Ben je Hey. Hoi, Oscar. Hallo, oma. Hallo. Hallo, gezellig. Ja, gezellig. Bokjesje mee. Varen loopt Luxie even naar. Hey, oma. Hey. Zo, mama loopt nog even een extra blokje, want Luxie die werd wakker. Ja. Loop jij de pop in slaan? Oh ja. Ja, de warme zijn ze. Hey, Luxie die wou niet slapen. Luxie wou spelen, schatje. Wou ze niet slapen? Nee, oh, wat zie je? Het regent buiten, schatje. Oh, dat is het niet. Ik denk dat ze het gewoon te gezellig vindt hier. Had je allemaal popjes gevonden, Luxie? Had je allemaal popjes gevonden? En Lucilla zit lekker met oma te puzzelen. Papa zit weer te knuffelen met zijn gekke hond. En Luan is bij opa bezig. En Lucilla die is helemaal gek op puzzelen. Dat ze heel geconcentreerd mee bezig zijn. En opa is hier bezig achter de laptop. En Luan vindt het heel interessant. Dus Luan is bij opa aan het kijken. Oh, die boksen aan het kijken. Opa die had een box nodig voor de ijsbaan. Ja. En Luan wilde graag weten welke box het was, hè, jongen? Ja. Nou, dan weet je het. Ik wil een zulke box. Okay. En dan, nou, ik van zo. Ja. Zo. Dan nog zo. Halve disco boxje erop. En dan zo. Nog een erop. Nog een box. Je had nog een box. Ja, een hele grote neem ik. Oh, grote. Leon en Lucilla wilden heel graag verstoppertjes spelen bij opa en oma thuis. Omdat ze bij ons in huis hebben ze al de verstopplekjes eigenlijk altijd al een beetje klaar. Dus het is heel makkelijk om weer een verstoppertje te doen. Maar bij opa en oma hebben ze hele andere verstopplekjes. Dus Lu, wat zei je nou tegen mama? Wat wil je graag bij opa en oma? Opa, neem het verstopje door het hele huis. Wie moet zich verstoppen dan? Jij. Ik, hè? En jullie gaan zoeken? Nee, we verstoppen allemaal. Mama moet dan gaan zoeken natuurlijk. Ja, dat dacht ik allemaal weer. Mama is weer de klos. Zullen we dan? Open ja! Mama? Nou, jullie gaan mee op de actioncams van de kinderen. Hallo! Hoi. Mama gaat tellen. Tot hoeveel moet mama tellen? Je moet tot... Nee, tot 15. Tot 15, oké. Je moet tot... Nee, tot 15. Tot 15, oké. Tot 15. 1, 2, 3, ik ga de proeven. 4, 5... Pas 7, 8, is dat 8? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ik kom! Ben ik nu wel van de Luxie denkt, dan krijgen we lekker in mijn speelhoekje spelen bij oma. Waarom zou ik haar verstoppen? Luxie, waar gingen ze naartoe? En ze zegt het ook nog. Gingen ze naar boven? Ja, echt waar? Oké, okay, ga ik boven kijken. Nou, eens even kijken. Pip, waar gingen ze naartoe, Pip? Waar gingen ze naartoe? Pip zegt niks. Gingen ze naar boven, Luxie? Oh, Luxie die laat even de weg zien. Met de lamp even aan. Oké, okay, ik ga met jou mee, ja? Dan ga jij mij vertellen waar ze zitten. Ik ben benieuwd of ze hier andere verstopplekjes hebben. Hebben we hier een deur? Zo. Oké, zo. Lux, waar gingen ze heen? Oeh, ik zie wel een Oscar. Oscar, deed je ook mee met het verstoppertje? Nou, Oscar hebben we al gevonden, jongens. Oscar is al gevonden. Nou, waar zijn ze, Lux? Oh, nee, niet hier. Ik hoor een piep-piep. Ik hoor een piep-piep. Ik hoor een piep-piep, Luxie. Zijn ze daar? Ja! Hier is iemand gevonden! Oscar niet meteen, hè? Oh. Hey, daar is Lucilla. Opa ligt niet onder het bed? Ligt opa niet onder het bed? Oh. Wat
is dat, Luxie? Even raten. Zit opa in de kast. Yeah. Daar is mama zo voorbij gelopen. Daar was mama wel zo voorbij gelopen. Ja. En dan gaan ze even kijken. Ja. Ben ik warm? Nee, koud. Ben ik warm? Koud. Warm. Koud. Zie je? Ah, mama zoeken, ja. Even stoppen. Lucilla, Lucilla, ja. We gaan niet voorzeggen. Hey, zullen wij dan gaan zoeken? Ja. Goed. Dus we gaan weer naar beneden en we gaan weer tot 15 tellen. Oké. Okay. 1, 2, 3. Lucilla had het voor gezegd. 4, 5, 6. En dat vond Luma niet zo leuk. 7. Ik wil het. Opa? Is dit wel moeilijker? Nu ben ik hier. Ik keer de kast. Opa nog me slapen. En ik moet hier voor opa. Maar ik weet niet precies waar ik hier moet. Waar moet ik hier niet zitten? 8, 9, 10. Hi, opa. Oh ja. 12, 13, 14, 15. Ik kom. Nou, ze moeten sowieso ergens boven zitten, want ze zijn niet naar beneden gekomen. Dus dat is wel iets wat we weten. En Lux, waar zouden ze zitten? Ik denk niet meer onder het bed. Het is donker hier opeens. Ik dacht, hebben ze de lamp uit gedaan. Ik denk, dan kunnen we minder goed zien. Zit ze eronder? Niet eronder. Oké, misschien hier. Hoorde je dat? Hoorde je dat? Waarom zeg je daar? Nee, niet hier. Nee, niet hier. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Huh? Komt het daar vandaan? Zit hier dan? Nee! Dat is een goede plek. Oh, echt waar? Wat een leuk verstopplekje. Waar zitten ze, Luxie? Zullen ze hier in de kast zitten, Luxie? Luxie. Ze hadden al gekeken. Ze kijkt er nog een keer op. Hier in de kast. Ja. Nee. Ik zie niemand in de kast, Luxie. In die kast? Nee, weet jij het niet? Zit hier iemand in? Hallo? Hallo? Ook niet. Niemand in de kast, Luxie. Misschien in de badkamer. Ja. Je hebt niet zoveel plek om te verstoppen, hè? Nee, niet hier. Maar hier, hier. Hier? De logeerkamer? In de sauna? Nee, niet in de sauna. In het bad? Ook niet in de bad. Huh? Waar zouden ze nou zijn? Ik weet het echt niet. Ook niet onder de zonnebank? Ook niet hier? Ze zijn niet beneden. Ja, Luxie zit allemaal foto's. Ja, dat is papa van vroeger, hè? Dat is papa toen hij nog heel jong was. Met oude opa-dropje. Maar er is nog één plekje waar we nog niet hebben gezocht. En dat is het kippentrappetje naar boven. Oeh. Mama gaat meehelpen met Luxie. Kijk, dit is echt zo'n oma's kippentrappetje, dit. Zijn ze hier? Ik zie helemaal niemand. Wel. Hm? Ik hier. Ik weet het niet. Heb je daar ook nog een deurtje? Openstoppen. Huh? Ja. Wat is het voor deurtje, Luxie? Hey! Ja! Zit opa in dit kastje? Nee, opa is niet in dat kastje. Ah. Daar zit opa. Heeft Luma al zo'n verklaps? Ja, hoor. Ja. Nee, hoor. Luma wil eerst zeggen dat die plaatje is. En beneden. En hier zijn jou en een bijzondere plek. Ja. Ja, een andere plek, maar dat geloven we niet, hè? Opa die gaat nu tellen. En nou gaan wij ons ook verstoppen, Luxie. Ja. Maar waar zouden we ons gaan verstoppen? Ja. Kijk hier. Dat... Even kijken. Zijn jullie boven daar? Ja. Oké. Okay. We zijn nog niet klaar. Oh, hij komt. Oh. Luxie, we gaan hier zitten. Luxie, kom. We gaan hier zitten. Ga maar zitten op de billen. Ga zitten op de billen. Ga zitten op de billen. Ja. Shh.
Daar is opa. Hij heeft opa wat gevonden. Nou gaat hij Luan en Lucilla zoeken. Wat ben je los? Hé, Lucie, lekker koekje. Lekker koekje. Ja, een beetje drinken. Luxie, wat een poesje. Ik heb even gekeken van die American Pickers. Dat was dan echt zo'n man, die had een hele loos. En dan zei ja, met mijn vrouw kan ik niet goed communiceren, dus ik ben maar gaan scharrelen. En die kocht allemaal mooie dingetjes en tierenlantijntjes. En toen kwamen er van die opkopers. Nee, deze wil ik nog niet verkopen. En die dan? Nee, die wil ik ook niet. Nee, maar niks uit. En zo is opa ook met de postzegels. Ja, dat heb ik met de postzegels. Alles bewaren. Ja, mijn scooter komt daar met een glazen koepel te staan. Waarom is onze schuur zo mega vol? Mijn scooter, mijn surfplank, mijn deukzet. Drumstel, alles staat er. Nee, dat doe je anders. Je wacht op een grote huis. Ik wacht op een grote huis, ja. We wachten nog steeds op een grote huis. Dan ben ik een museum. Opa heeft een kasteel uit de kast getoverd. Waar opa nog mee heeft gespeeld toen opa 7 jaar was. Zo oud als jij nu bent, zo oud was opa toen ook, toen hij met dit kasteel speelde. Echt? Grappig, hè? We zullen die straks even voor laten zien. Ja. Heel erg grappig. Mooi, liefie. Dat is een paardje. Ja. Ja, dat is paardje. Dat is zowat 64 jaar oud. 64 jaar. Het is een soort museumstuk, dit jongen. Nee. Gaan we zo. Is dat leuk, Luxie? Hé, heeft opa ook meegespeeld. Daar kan Daniel ook aan. En Daniel wil iets heel erg leuks vertellen over deze zool. In het huis is Daniel ook echt geboren. En is hij opgegroeid. En gemaakt zelf. En Daniel die begon toen hij 17 was met zijn eigen baas zijn. Een coaching. Onder streng toeziend oog van opa. Hallo, ja, die was nog wel heel streng in. Ik moest niet de bonnetjes laten zien wat Daniel hem had gedaan. Zodat hij zeker wist dat hij verantwoordelijk was. Mijn klanten moesten 2 trappen omhoog. Zijn pa, ja, recht zitten. En naar boven. Dan kwamen ze hier boven. Had ik hier supplementjes staan. Hier had hij spulletjes in staan. Shakes, tabletjes. Thuis stond een kopieerapparaat. Hier stond een kopieerapparaat, ja. De administratie in de boekhouding. Ja, ja. En daar stond mijn bureau. En daar stond je bureau. En de klant die moest hier, daar zit ik op een stoel. Want dan moest je hun hoofd niet stoten. Ja. Dan zat ik hier te bellen. En over hoeveel jaar geleden hebben we het dan? Dat was 1997. Dus 1997. 3 jaar geleden. 3 jaar geleden. Ja, dat was, ja, leuk. Dat was het begin van waar het begon. Dit was mijn kantoortje. Ja. Dus Lucilla heeft een vliegtuig eruit gehaald. Hey, en die zette opa dan in elkaar. En toen zei Daniel, nou dankjewel pa. Ja, zet hij weer in een kastje. Deze is 35 jaar oud. Ja. Kijk, als je op een knopje drukt. Ja. Wat doet hij dan? Batterijtje nog aan? Ik klep hem omhoog. Nee. Hij weet het ook nog, hè? Ja, of niet? Nee, hier moet daar een knop mee. Ja, hier is de kloos open. Oeh. Oh, hij deed het ook nog. Zo, 40 jaar oud, opa. Hij heeft opa helemaal in elkaar gezet. En toen mocht papa ermee spelen. En toen zette hij hem kastje. En zei hij, nou, dankjewel, pa. Ja, dankjewel. Zet me in de kast. En dan hebben we in de kast. Dan krijg ik niet meer zo. We zitten ook geluid in, nog. Ja, maar dan moeten we het andersom doen. Okay. Weer een ander knopje. We gingen vroeger ook. Ik zei, pa, het lukt me niet. Nou, wel even, Mike. Kijk, hij doet het. Hij doet het. Werkt ook nog. Zo grappig hier. De 3 Bellinga generaties hier. Ja, maar die doen we. Senior, junior, junior. Dat is geen draaien. Nee, daar zat nog geen modertje in, maar dat was in die tijd nog niet. Dat was in die tijd nog niet, nee. Dan moest je zelf als je de moeder. Ja. 5, ja. 1985. We gaan even terug in de tijd hierboven op de zolder. 1985, nu wel. Jongen, je papa had een hele plank met een trein erop en alles zat kant en klaar. Lampjes erin. En dan zat je papa 5 minuutjes. Opa! Hij doet het niet! Ja, papa. Ja. Zo, dan gaan we samen bouwen, jongen. Moet je even dat blokje opzoeken. Ga het niet vinden. Je kijkt met je ogen dicht. Zo, wel, je kijkt met je ogen dicht. Dat is een kippentrappetje, hè? Ja, dat is honger. Ja. Goed zo, meisje. Dat is het... Het kasteel waar jullie net mee hebben gespeeld. Opa Bellinga met opa. Dat is opa. En dat is de papa van opa. Ja, oude opa Bellinga. Ja. Okay, Lexie, mooi hoor. Kijk, en dat is de foto van oma. Oh, ja, Lexie. De foto van oma. Ja, de Wall of Fame. Ja, fame. Dat was opa toen hij groot was. Altijd wat te zien hier bij opa en oma. Postzegelverzameling van opa.
Oeh, nostalgie is dit. Wow, dit is ook met zijn deze postzegel uit 1852. Wauw. Wilhelmina. Okay. Wilhelmina, ja. Zonder water. De oude koningin. Ja, dat was... Er zijn al 4 koningen terug. Wauw. Wauw. Kan je er ook bij zingen? Of? Nothing else matters. Nee, ik ken hem niet. Maar ik vind het een heel knap. Mooi deuntje. Mooi deuntje. Ja, voor jouw tijd. Luan die pingelt door een buisje. En oma is met de meisjes een puzzeltje aan het maken. En wij zijn de poesjes. Nee, de poesjes. Ja! En wij zijn de schildpadjes. Die is lastig. Dat is een moeilijk. Wij zijn de vlindertjes. Vlinders. Ja! Dat weet ze wel, hè? Ja, en wij zijn de vogeltjes. Ja! En waar is Noach, Lucille? Waar is Noach, Lucille? Daar. Daar is Noach. Ze had ook een chippie. En de vrouw van Noach. Waar is de vrouw, hè, Noach? Daar zijn de kikkertjes. Kikkertjes. Daar zijn de kikkertjes. Luxie, daar zijn de kikkertjes. Ja! Dat is wel. Kikkertjes. Wat gaan wij doen? We gaan even pizza's halen. We gaan pizza's kopen. De supermarkt is open. Ja. Dus we gaan even pizza's halen. Nou, Luan, hebben we de pizza's gevonden? Ja. Goed zo. Neem die mee in de open dan. We hebben de pizza bakker. Handtafel. Actie. Hebben we geloofd of licht? Nee, nee, die kleren. Zo, oké. Okay. Zo, wij zitten lekker aan de avond deze. We gaan daarna lekker weer naar huis aan de bad en de bed. Vond je weer een leuke vlog? Deze. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dit is van mij. Dit is van mij. Dit is van mij. Oké, doe maar even opnieuw. Nee, dit is van mij. Samen. Ieder de helft. Dat is nu onze helft. Het is jouw nou. Even opnieuw. Gewoon even kort in je hart. 1, 2, 3. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zie je graag morgen weer een nieuw vlog. Tot ziens. Doei, dag, doei. Doeg, daarop allemaal de pizza bakjes, dat is gezellig. Doeg. Voeg je hart, boem boem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan, als je danst, boem boem.